Hey, waar kan die nu zijn? Bij Marie-Rose is ze niet en in de studio ook niet. Ja, misschien is ze ver niet geraakt. Ach, garme Rita. Oh, garme. Je moet daar geen kompas mee hebben. Hm. Allee, ziet dat hier nu liggen? Hm. Die is zo weg als een papegaai. Hm. Zou de Marie-Roos niet bellen? Die gaan ik weet niet hoe ongerust zijn. Hm. Allee, hoe kan dat nu dat we haar niet gehoord hebben? Ja, misschien was ze hier nog niet, hè, toen wij thuis kwamen. Of kan beter zeggen, lag ze hier nog niet. Nee, dan hadden we ze zeker wel gezien. Ja, Marie-Roos, het is Jan. Ja, ze is terecht, hè? Nee, ze ziet er niet goed uit. Zeg maar dat ze vanavond hier blijft. Nee, ze kan beter wat hier blijven. Tot na het weekend, Marie-Roos. Dan kan Osma een beetje rusten. Die twee kunnen elkaar beter niet tegenkomen. Dat zal ik doen. Ah, nog een goede avond. Geef de groeten van Marie-Roos. Een gans weekend? Ja, misschien wordt ze zondag nuchter. Dan kan ik haar eens goed mijn gedag zeggen. Maak het maar niet erger. Hoe moeten wij die nu naar boven krijgen? Wat jij onder die arm? Wacht nog een beetje. Weet je wat? Laat ze liggen. En dit neem ik mee. We kunnen haar toch zomaar niet laten liggen? En waarom niet? Maar die gaat ik weet niet hoe stijf zijn als die wakker wordt. Ah, wil dat ze al leren. Kom, we gaan slapen.